Oudorp hoort samen met Hoek van Holland en Rokanje thuis in het rijtje badplaatsen aan de kust van Zuid-Holland, waar je op 1 januari een nieuwjaarsduik kunt nemen. Dit jaar kunnen liefhebbers het oude jaar van zich afspoelen in Oudorp, want nieuwjaarsdag valt op een zondag en dan geldt in Oudorp de zondagsrust. Ik vind het prima. Het is op zich idioot natuurlijk, want net zoals voorheen, Koninginnedag is 30 april en dat is niet de dag daarvoor, omdat het toevallig op zondag valt. Op zich is het idioot, maar dat het hier zo gedaan wordt zoals het gedaan wordt, respect. Dat vind ik heel goed, want ik vind je hebt hier een samenleving die best wel orthodox is. En ik vind dat moet je respecteren, dus daar moet je rekening mee houden. 7 jaar geleden is de duik in het koude Noordzeewater ook al verplaatst om dezelfde reden. Had u het anders ook kunnen schudden wat betreft vrijwilligers en sponsors? Dat is ook een probleem. Er zijn diverse mensen die ons helpen. Hechten waarde aan de zondagsrust en hebben te kennen gegeven, als het op zondag gebeurt, dat we dan geen beroep op hun kunnen doen. Bram en consorten hebben hulp gevraagd aan de gemeente Goede Reden om een dam van zand te maken. Op zaterdag 31 december om 14:00 ligt de zee namelijk op een afstand van een slordige 500 meter. We willen ook graag dat de toeschouwers, en dat zijn, die komen meestal in grote getalen, wel 2.000 tot 3.000 personen, dat die dus niet ook hun zwembroek aan hoeven te trekken om de mensen te kunnen zien. Dus het zou fijn zijn als die met droge voeten ook naar de plaats kunnen waar het allemaal gaat gebeuren. Ja, daar hebben we wat machines voor nodig om wat zand aan te brengen. En ja, voor onze organisatie is dat toch een grote kostenpost. En ja, misschien is er iemand die dat voor ons op zich wil nemen. En in eerste instantie eigenlijk de gemeente Oudorp, of Goede Reden om het zo maar even te zeggen. Vrijwilligers zijn er, de sponsors zijn er en de gemeente moet ook nog even letterlijk over de brug komen. Ja, we hopen dat die een klein beetje medewerking willen geven voor ons. En om Oudorp toch op de kaart te zetten en te promoten. Dat kunnen ze nu doen.